vroeg in de ochtend in Amsterdam. Half... Zes? Nee, zeven. Nee. En we gaan vandaag naar Haarlem. Tilburg. Den Haag. Apeldoorn. Rotterdam. Heerenveen. Leeuwarden. Misschien ja, nog. Emmen. En we gaan... Zolle. Nou, in ieder geval gaan we ons rapport Impact in the City aanbieden aan zoveel mogelijk wethouders. En dan hoop ik dat jullie ons gaan volgen. Tot zo! Nou, bye bye! In Den Haag bij het stadhuis, het IJspaleis. En daar gaan we het rapport aanbieden aan wethouder Bruinhes. Dus kom mee, het is een heel bijzonder stadhuis. Ik weet niet of we er mogen filmen. Zie je het stadhuis is echt enorm. En daar helemaal boven gaan we het rapport aanbieden aan wethouder Bruinhes. Dus het is een eer om u het rapport aan te bieden. Nou, ontzettend bedankt. Ik vind het een heel mooi initiatief. Het is ook belangrijk, impactondernemers. Ik vind het ook heel leuk om dan hierin te zien dat niet Den Haag de enige stad is die hiermee bezig is. We hebben ook heel veel plekken in het land en we kunnen veel van elkaar leren. Dus heel veel dank daarvoor. We zijn op weg naar Tilburg en daar gaan we het rapport uitreiken aan Esma Lala, de wethouder van de grootste partij. En zij is in volle onderhandeling nu over het collegeakkoord. Dus we gaan even de onderhandelingen worden gestaakt, zodat we nog net kunnen meegeven dat de impact-economie centraal moet komen te staan. Ik wil je heel graag het rapport Impact and the City aanbieden, hoe Tilburg gebruik maakt van de kracht van de stad om al de maatschappelijke ambities waar te maken. Nou, super. Dankjewel, Ruben. En komt ook een heel mooi moment, want we zijn nu in de onderhandelingen naar een nieuw bestuursakkoord. Dus ik denk dat we dit heel goed kunnen gebruiken om ons akkoord daarmee te bereiken. Want dat is wel wat we willen, impact met en voor de stad. Dus ja. Geweldig, heel veel succes. Ik vind sociale ondernemerschap ongelooflijk belangrijk, want dat is de toekomst. En economische winst kan samengaan met maatschappelijke winst. En daar moeten we naartoe werken. Belangrijke onderdeel maakt het uit nu van onze komende 4 jaar. Nou, dat is goed om te horen en we gaan jullie natuurlijk de komende 4 jaar volgen. Nou, wie wacht er hier? Wij wachten op Michiel van Willigen in de gemeente Zwolle. Wie is Michiel van Willigen? De wethouder. Ah, de wethouder. Ik hoop dat hij maar komt, want ja. Hij moet ook weer door naar Emmen zo. Klopt, we zijn benieuwd.